We staan hier vandaag op het voormalig pand van Hudson's Bay in Zwolle. In opdracht van de gemeente gaan we een timelapse camera plaatsen. Een speciaal timelapse systeem met een spiegelreflexcamera erin. Om het project de Weeshuispassage vast te leggen. Ze gaan op het oude deel van de Weeshuispassage gaan ze 2 nieuwe verdiepingen bouwen. Dat neemt ongeveer nog een half jaar in beslag vanaf nu. De Weeshuispassage is een onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling, het Broerenkwartier. En ongeveer 3 jaar lang gaan wij dit hele project volgen van begin tot eind.